Zo, een hele goede avond iedereen en welkom op dit online event waarin dat we in zullen gaan op de vraag of dat befaamde coronapaspoort dat nu toch al even in het nieuws verschijnt in staat zal zijn om onze zomervakantie te redden. Waarom is dat een relevante vraag? Wel, het is namelijk zo dat reizen sinds 19 april terug toegelaten is. Je kan terug vanuit België een grens gaan oversteken om te gaan genieten van een reis in het buitenland. Maar kan dat al terug op die vrije en onbeperkte manier? Een van die grote verwezenlijkingen van die Europese Unie natuurlijk. Helaas, tot op de dag van vandaag, is het zo dat er nog een lappendeken aan verschillende nationale maatregelen bestaat. Het vergt nog steeds heel wat opzoekwerk om te gaan onderzoeken of je in quarantaine moet, hoe lang je dan in quarantaine moet, noem maar op. Wat ervoor zorgt dat er nog heel wat kopzorgen ontstaan of bestaan wanneer je zo'n reis moet gaan plannen. Nu, omdat vrij reizen in Europa zo'n belangrijke Europese verwezenlijking is, is het natuurlijk zo dat die Europese instellingen op zoek zijn gegaan naar een oplossing op dat Europese niveau. En enkele weken geleden is er dan ook groen licht gekomen voor het coronapaspoort. Ook wel bekend als het groen digitaal certificaat, waarmee dat mensen die gevaccineerd, getest of recent genezen verklaard zijn van COVID-19 opnieuw vrijer kunnen gaan reizen in die Europese Unie. Nu staan Europeanen en Europese lidstaten te springen om toerisme terug toe te laten, om die grens over te steken of om zelf toeristen te gaan ontvangen. En welke maatregelen of bijkomende procedures mogen we hier dan gaan verwachten? Heel wat vragen waar ik vanavond over in gesprek ga met Sarah Mathieu, Europarlementslid voor Groen. Maar dit gesprek wordt ook aangevuld met enkele bijdragen die we vooraf hebben opgenomen. Onder andere van Tom van den Kendelaren, Europarlementslid voor CD&V, en van Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Open VLD. Nu, voordat we van start gaan met het gesprek, vermeld ik er nog graag even bij dat dit gesprek georganiseerd wordt op initiatief van het Bureau van het Europees Parlement in België. Mevrouw Mathieu, bedankt om hier vanavond virtueel aanwezig te zijn en om ons een beetje toelichting te geven over dat coronapaspoort. Ik kan me voorstellen dat er heel wat mensen staan te springen om op reis te vertrekken. Maar de vraag is dan natuurlijk ja, hoe dat er allemaal in de praktijk aan toe gaat gaan. Nu, voordat we ingaan op alle technische aspecten van dat paspoort en ingaan op een aantal uitdagingen die op tafel liggen, misschien een iets bredere vraag. Ja, waarom is het belangrijk dat er op dat Europees niveau naar een oplossing wordt gezocht? En waarom is het zo belangrijk dat het de Europese instellingen zijn die gaan nadenken over manieren om dat vrij reizen opnieuw mogelijk te maken? Ja, dankjewel Thomas. En ook bedankt voor de uitnodiging. Ik denk, zoals je al zei, de zomervakantie staat voor de deur. We hebben allemaal een moeilijk coronajaar gehad. Dus ik denk dat er heel veel mensen uitkijken om opnieuw te kunnen reizen in Europa. En zoals je zei, het is niet verboden. Maar voorlopig wordt het wel nog altijd afgeraden. En ja, stel je eens voor dat al die verschillende lidstaten andere regelingen zouden gaan hebben. Aan elke grens je met een ander systeem zou te maken krijgen. Dat zou het vrij verkeer van personen, dat toch wel een heel belangrijke waarde is, denk ik, wel heel erg moeilijk maken. En daarom denk ik dat die Europese aanpak echt wel ontzettend belangrijk is. En dat Europa hier ook echt wel een meerwaarde toont. Om er dus voor te zorgen, wanneer je reist, dat de regels eigenlijk overal in Europa hetzelfde zullen zijn. En dat je dus met dat COVID-certificaat makkelijker zal kunnen gaan reizen. Dat er gewoon voor zal zorgen, je gaat een grens over, je hebt dat certificaat, is het op papier, is het via je smartphone. En daar gaan de diensten eigenlijk gewoon kunnen aflezen, ja, ben je gevaccineerd, heb je immuunstoffen of heb je een negatieve test afgelegd, natuurlijk binnen de 72 uur dan. En dan zal dat werkelijk in elke lidstaat ook aanvaard worden. Iets anders is natuurlijk dan nog buiten de Unie. Dat gaat misschien nog iets ingewikkelder worden. Er zijn wel gesprekken bijvoorbeeld met Zwitserland bezig om toch een soort wederzijdse erkenning te gaan hebben. En ja, het zijn ook die voorwaarden die we zouden willen stellen voor mensen die dan bijvoorbeeld naar Europa willen komen. Stel eens, je hebt misschien familie wonen buiten Europa die je ook wel graag eens zou willen zien. Dat zal dan wel niet met dat certificaat zijn, maar wel met diezelfde voorwaarden. Dus ik denk echt, ja, dat gaat een enorme meerwaarde zijn. Het gaat het leven van mensen echt veel makkelijker maken. En we gaan geen wirwar aan regeltjes, soorten, testen, quarantaine, weet ik veel wat allemaal nodig hebben
om op een veilige manier, want dat is natuurlijk nog altijd het belangrijkste, te kunnen genieten van een reis of ja, de grens over te steken wanneer dat bijvoorbeeld nodig is voor je werk. Nu, ik hoor er natuurlijk in dat dat voor veel Europeanen goed nieuws zal zijn om terug op reis te kunnen vertrekken. Nu, langs de andere kant is er natuurlijk ook nog een zekere zorg over de virologische situatie. Het is ook een discussie dat op meerdere niveaus gevoerd wordt van is het eigenlijk wel terug verantwoord om die grenzen al open te gaan stellen? Kunnen we al terug toeristen gaan ontvangen of kunnen we al terug aan onze burgers meegeven dat ze naar het buitenland kunnen vertrekken? Want het wordt wel effectief gemakkelijker gemaakt. In hoeverre heeft die virologische discussie meegespeeld op het niveau van het Europees Parlement? Is dat iets wat daar waarschijnlijk wel vaak ter sprake is gekomen in die debatten? Ja, zeker wel. Ik denk dat het ieders bezorgdheid is om ervoor te zorgen dat als je de reizen toelaat, dat het op een veilige manier gebeurt. Wat we natuurlijk niet willen, is dat op het moment dat die reizigers terugkomen, dat er opnieuw besmettingshaarden zouden zijn, dat er varianten verder verspreid worden, et cetera. Dus dat is natuurlijk ook de reden waarom dat je een heel duidelijk kader dan hebt, ook echt op wetenschap gebaseerd. Van kijk, oké, mensen hebben een vaccin gekregen, zijn immuun, hebben die negatieve test afgelegd. En dan heb je eigenlijk je hebt altijd een risico natuurlijk, maar wel een minimaal risico ten opzichte van op nieuwe broeihaarden. En ja, als je kijkt naar de vaccinatiecijfers in Europa, dan is dat ook een haalbare kaart. De trein is voor sommigen misschien iets trager op gang gekomen dan we gehoopt hadden, maar momenteel zijn we eigenlijk wel heel goed bezig. En ja, in eigen land, het is bekend, zullen we toch op het moment van die zomervakantie al met een heel groot deel van de volwassen bevolking op zijn minst 1, zo niet 2 vaccinprikken kunnen uitdelen hebben. Dus ja, dan vind ik wel dat het verantwoord is om dit toe te laten. Maar mensen moeten natuurlijk nog altijd voorzichtig zijn, moeten afstand bewaren, mondmaskers. Die maatregelen in alle lidstaten zoals ze bestaan voor de inwoners, die gaan natuurlijk ook nog steeds voor de reizigers gelden. En daar zal dus ook geen discriminatie zijn. Ook wel een belangrijke, denk ik, in dit Europees akkoord. Ik neem daar dus vooral uit mee dat reizen dat het mogelijk zal zijn, maar dat het wel op een veilige en verantwoorde manier moet kunnen dan, en dat het certificaat daar ook aan bijdraagt. Nu, we hebben die vraag ook voorgelegd aan andere Europarlementsleden. De vraag van, wat mogen we verwachten als burger en waarom vindt u dat dan zo belangrijk, dat certificaat gelanceerd wordt binnenkort. Ik ga er even kort een getuigenis bij nemen, of een korte quote bij nemen van Tom van de Kendelaren, die uitlegt waarom hij het zo belangrijk vindt dat certificaat er moet komen. De kern van de zaak is dat iedereen een certificaat krijgt wanneer hij of zij gevaccineerd werd, een PCR-test onderging in de voorgaande 3 dagen of specifieke antilichamen heeft opgebouwd in de voorgaande 6 maanden. Dat certificaat krijg je van de overheid en is leesbaar en geldig in de hele Europese Unie. Volgens mij is het positieve dat we op deze manier 1 grote chaos vermijden deze zomer om op reis te gaan. Mensen gaan niet meer moeten uitzoeken wat de 27 verschillende vereisten zijn in de lidstaten om op reis te kunnen gaan. Er is 1 uniforme en 1 manier om op reis te vertrekken. We horen meneer Van de Kendelaar hier nog eens aangeven wat dat voor hem belangrijk is. Nu, hij haalt aan dat we ervan uit kunnen gaan dat er geen 27 verschillende systemen niet meer zullen bestaan, dat er geen 27 reeksen aan maatregelen niet meer opgelegd zullen moeten worden. Nu, vandaag wordt er vooral gesproken over die 3 voorwaarden. Of je bent gevaccineerd, of je moet getest zijn, of je moet recent genezen zijn verklaard. Nu, dat lijkt een heel consistent verhaal, maar zijn alle grote vraagtekens en uitdagingen daar al in weggewerkt? Ik heb het dan vooral over de discussie, gaan we 1 gevaccineerd moeten zijn of gaan we 2 gevaccineerd moeten zijn? Dat testen, hoe gaat het in zijn werk? Is dat enkel bij vertrek of ook bij aankomst? Moet dat dan in het land gebeuren waar je op reis bent of in het thuisland? Vragen die vandaag nog steeds op tafel liggen. Zijn dat vragen die ook op tafel van het Europees Parlement liggen of is het vooral aan de lidstaten om hier een antwoord op te formuleren? En hoe wil het parlement die details die nog besproken moeten worden gaan opvolgen deze dagen? Ja, dat is inderdaad eerder lidstaatbevoegdheid. Hè. De dingen die je nu zegt, nu, dat neemt natuurlijk niet weg dat we daar wel een mening over kunnen hebben. We gaan ook opnieuw volgende plenaire, dus volgende week, een debat hebben over het certificaat.
Het belang is vooral, denk ik, echt dat het uniform is. Maar ja, het klopt natuurlijk dat er wel nog een aantal details zijn die de lidstaten zelf zullen moeten beslissen. Maar waar dan meestal wel een advies komt vanuit de commissie. En ja, zoals het gaat, de één of twee prikken. Hè, het is een discussie die we in eigen land ook nog niet beslecht hebben trouwens. Die deze week op het overlegcomité zal besproken worden. En waar, als we de Belgische ministers horen, er dan toch ja, sommigen zeggen, die twee prikken is toch wel veiliger. Terwijl dat Vlaams niveau dan eerder zegt, ja maar wacht, één prik van het vaccin misschien wel. Dus kijk, ik denk dat het vooral gaat afhangen van het overlegcomité daar en ja, de inschatting naar de virologen, de veiligheid, wat je daar dan het best gaat doen. Dus het zou kunnen dat degenen die nog maar één prik hebben gehad, bijvoorbeeld wel nog een test zullen moeten afleggen. Maar ja, daar is dus nu nog geen duidelijkheid over. En is er iets wat jullie verder gaan opvolgen? Want de komende weken gaat er in elke lidstaat een beslissing genomen worden over die details. Gaan jullie dat als op Europees Parlement via een soort monitormechanisme blijven opvolgen? Ik hoorde Hilde Foutmans in een eerder gesprek spreken over een soort Europese hulplijn dat bij wijze van spreken zou kunnen ontstaan. Een Europese website waar alles nog eens helder op wordt uiteengezet. Is dat iets wat we nog kunnen verwachten? Of ligt het hier echt bij de lidstaten in dit geval? Ik denk niet dat er echt een monitoring tool zal komen voor het parlement. Ja, onze verantwoordelijkheid is natuurlijk om er vooral voor te zorgen dat de wetgeving in orde is, dat al de checks en balances daar eigenlijk in aanwezig zijn. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat de commissie gaat moeten checken of de lidstaten ook voldoen aan hetgeen is afgesproken. En daar zou het natuurlijk wel niet slecht kunnen zijn. Moest het nu zijn dat je als burger constateert van hier is er precies toch een probleem of hier klopt er iets niet, dat kan gemeld worden aan de commissie bijvoorbeeld. Waarom niet? Ik neem daaruit mee dat het dus de lidstaten zijn die nog wel een zekere verantwoordelijkheid hebben in het uitrollen en het uitdokteren van al die technische vragen, maar dat er op Europees niveau wel een soort controlemechanisme zal worden ingebouwd door dan de verantwoordelijkheid van de commissie in dat verhaal natuurlijk voor een stuk. Nu hebben we die vraag ook eens voorgelegd aan Hilde Foutmans. Wat dat zij vond van die nationale verantwoordelijkheid en wat zij vond van de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement in dit verhaal. En dit was haar antwoord daarop. Het parlement heeft tijdens de onderhandelingen ervoor gevochten, echt gevochten, dat de lidstaten geen bijkomende nationale beperkingen, zoals een quarantaineperiode of een test, mogen opleggen aan reizigers. Want dan zou natuurlijk de doelstelling van het certificaat volledig verdwijnen. Dat was voor het parlement, voor ons allemaal, een heel belangrijk punt tijdens de onderhandelingen. En uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen. Lidstaten mogen geen extra reisbeperkingen opleggen, tenzij het noodzakelijk en proportionele maatregelen zijn en alleen maar bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. En bovendien moet er rekening gehouden worden met het beschikbaar wetenschappelijk bewijs en moeten dergelijke maatregelen uiterlijk 48 uur van tevoren aan de andere lidstaten en de commissie worden gemeld. Lidstaten kunnen dus toch niet zomaar extra maatregelen opleggen. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Hilde Foutmans is hier in dit verhaal zeer duidelijk. Het Europees Parlement heeft echt werk gemaakt van dat Europese verhaal. Nu, ze spreekt in haar antwoord over de zogenaamde noodremprocedure dat er bestaat. De lidstaten die toch tijdelijk de geldigheid van zo'n coronapaspoort kunnen gaan opschorten. Nu, ja, de vraag is natuurlijk hoe snel de lidstaten die beslissing kunnen nemen en hoe dat opgevolgd gaat worden. Heeft het parlement daar specifieke plannen om daarin op te treden en wordt dat op Europees niveau onderzocht? Wanneer dat zo'n land beslist om zo'n coronacertificaat niet als geldig te beschouwen? Of is dat ook weer al een bevoegdheid dat de lidstaten eigenlijk zelf kunnen nemen? Wel, wat Hilde zegt klopt natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is wanneer de lidstaten dan toch verder zouden gaan in het beperken van de bewegingsvrijheid van een reiziger. Dat echt op basis van wetenschap moet zijn, dat echt moet gaan over de bescherming van de volksgezondheid. En dat ook moet gemeld worden aan de commissie. Hè. Dus het is niet iets dat ze zomaar op ineentje, bij wijze van spreken, gaan kunnen beslissen. Dat moet ook grondig gemotiveerd worden. Nu,
persoonlijk begrijp ik wel dat de lidstaten daar nog steeds op staan. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Allee, het virus heeft ons al op heel veel manieren verrast, denk ik. Er zijn nog heel wat onzekerheden. Er kunnen nieuwe varianten opduiken. We weten ook nog steeds niet 100% hoeveel je het virus nog kan doorgeven, zelfs als je gevaccineerd bent. Dus allee, ik begrijp wel dat er uitzonderlijke omstandigheden kunnen zijn waarin de lidstaten zeggen, we gaan toch bijvoorbeeld een quarantaine vragen, we gaan toch nog een extra test vragen, enzovoort. Maar zoals gezegd, steeds proportioneel op basis van wetenschappelijk bewijs, omwille van de volksgezondheid te beschermen enzovoort. En op die manier denk ik wel dat dat een goede zaak is en die ik ook kan steunen. Maar wat daarin wel een hele belangrijke is, denk ik, is dat die gelijke behandeling tussen de eigen burgers en reizigers er wel in zit. Dus als je bijvoorbeeld ineens een uitbraak zou hebben, dan is het niet zo dat een lidstaat kan zeggen, we gaan dit nu toepassen op reizigers, maar niet op de eigen inwoners. Dus dat vind ik ook wel een goede grendel die erin zit, zeg maar, om daar geen discriminatie dan te hebben tussen die twee groepen. Ja, die discriminatie, dat is natuurlijk naast de technische aspecten van het coronapaspoort ook nog een thema dat heel centraal staat in het debat rond het certificaat. We hebben die vraag ook eens voorgelegd aan meneer Van de Kendelaren, die daar ook een grote prioriteit van heeft gemaakt. En hij gaat duiden hoe dat hij kijkt naar de manier waarop het Europese parlement met die discriminatie of die mogelijke discriminatie is omgegaan. Met het COVID-certificaat valt niemand uit de boot. Het omvat immers bewijzen van ofwel vaccinatie, ofwel herstel, ofwel negatieve testen. Een open vraag blijft wel hoe het zit met de jongeren die nog niet gevaccineerd zullen zijn tegen dan. De prijsverschillen voor PCR-testen tussen landen zijn erg groot. Wij betalen rond de €50, maar in Finland bijvoorbeeld gaat dat al boven de €150. De Europese Unie heeft €100 miljoen op tafel gelegd om PCR-testen te kunnen gratis aanbieden. En ik vind dat, als beslist wordt dat jongeren alsnog moeten getest worden, dat de fondsen prioritair voor hen dienen ingezet te worden. Zij mogen niet de dupe zijn van discriminatie omdat ze niet of pas als allerlaatste aan de beurt komen bij de vaccins. Ja, we horen hier meneer Van de Kendelaren zeggen dat niemand uit de boot mag vallen en dat er een bedrag van €100 miljoen is vrijgemaakt om gratis testen aan te bieden of testen toch goedkoper aan te bieden. Nu, u hebt zelf in het Europees Parlement heftig gepleit voor het volledig gratis maken van die testen. Vanwaar dat standpunt? Waarom hebt u daar zoveel belang aan gehecht dat die testen gratis konden worden aangeboden? En hoe kijkt u dan vandaag naar de compromis van dat bedrag dat dan is vrijgemaakt? Ja, ik heb er inderdaad een heel groot punt van gemaakt. Dat is ook voor onze fractie, de Groenen in het Europees Parlement, een van de allerbelangrijkste dingen geweest. Want even terug naar het begin van deze discussie. In het begin ging het over een vaccinpaspoort. Dus een paspoort dat dan werkelijk alleen zou kunnen gebruikt worden door mensen die het vaccin hebben ontvangen. Daar hebben we heel duidelijk gezegd, dat kan niet. Zeker op een moment waarop dan nog niet iedereen toegang heeft gekregen tot het vaccin. Ja, kan je echt niet maken om dat soort van discriminatie te gaan installeren. En dan plus, we hebben ook beslist om het niet verplicht te maken dat je je laat vaccineren. Ja, dan moet je ook niet via een omwegje dat soort van discriminatie gaan inbouwen. Dus voor ons is het van in het begin heel belangrijk geweest om te zeggen, het zijn niet enkel mensen die gevaccineerd zijn, die van dat certificaat kunnen gebruik maken. Dus ook de mensen die immuunstoffen kunnen aantonen. En ook degenen die via een test kunnen aantonen dat ze negatief zijn. Nu, als het dan gaat over dat testen, is de kostprijs wel een extra barrière natuurlijk. Hè? En zoals Tom ook zei in dat filmpje, zelfs in België, €50, beeld u eens in. Je bent een kroostrijk gezin, je wilt op vakantie vertrekken. Ja, dat tikt dan wel gezellig aan. Of inderdaad, jongeren die misschien nog niet zo'n brede portemonnee hebben, zeg maar, die toch graag op reis willen, dan wordt dat toch wel heel erg moeilijk. Dus daarom hebben we echt gezegd van, die tests moeten gratis zijn, de vaccins zijn gratis, de tests moeten ook gratis zijn. Helaas zijn de lidstaten ons daar niet in gevolgd. Hebben ze gezegd van, dit is echt lidstaatbevoegdheid. En is men dan op dat compromis uitgekomen
er is dat fonds van 100 miljoen euro. Gaat dat volstaan om iedereen gratis tests aan te bieden? Nee. Dus er gaat toch wel nog altijd ook veel van de lidstaten afhangen daar, wat zij hun burgers gaan aanbieden. In België lijkt het erop dat de mensen die nog geen uitnodiging hebben gekregen om zich te laten vaccineren, 2 gratis tests zullen krijgen. Dat is een goede zaak. Maar ik denk echt, ja, als we niet willen discrimineren, en ik denk dat dat zo is, dan moeten we toch echt ervoor zorgen dat het betaalbaar is voor iedereen. En dat ja, reizen niet enkel voor de happy few is. En opnieuw, ja, het gaat natuurlijk ook niet alleen om plezierreisjes. Hè. Je hebt heel wat mensen die ook voor hun werk gewoon af en toe de grens over moeten. Ja, dan wordt dat wel een dure zaak. Dus allee, in die zin denk ik echt dat we daarvoor moeten blijven pleiten dat die tests gratis zijn en dat op die manier er geen discriminatie is tussen wel gevaccineerden en niet gevaccineerden. En zijn er dan op dat Europees niveau richtlijnen omschreven over hoe dat er met die pot geld moet worden omgegaan? Want ja, België opteert voor 2 gratis testen per persoon, maar is er ook een garantie dat er ook in de andere landen ja, bij wijze van spreken minstens 1 test gratis zal worden aangeboden? Of is dit echt volledig aan de lidstaat en moet het Europees Parlement zich hier dan buiten houden voor de rest? Nee, dat is aan de lidstaten en dat is dus een strijd die we verloren hebben, zeg maar. Het is wel zo dat er een specificering staat dat het onder meer zou kunnen gebruikt worden voor mensen die voor hun werk de grens over moeten, maar het is niet zo dat de lidstaten verplicht zijn om dat dan te gaan volgen. Nee, dus ik betreur dat. Ik had het een veel sterker idee gevonden als de lidstaten ook het parlement daarin waren gevolgd. Ik denk dat we nu wel riskeren in een aantal lidstaten dat het voor mensen toch wel moeilijk gaat zijn en een extra barrière gaat zijn om te kunnen reizen of de grens over te gaan. Hè. Te hopen dan natuurlijk dat de lidstaten zelf de verantwoordelijkheid zullen nemen dan om daar toch naar een aanvaardbare oplossing te gaan zoeken. Nu, discriminatie is één van die grote vraagstukken dat op tafel ligt, waar het Europees Parlement zich mee heeft beziggehouden. Een ander groot vraagstuk rond dat coronapaspoort is natuurlijk heel het privacyverhaal. Ook daar is in verschillende kringen, zowel op politiek niveau als door privacy-experten, toch heel wat over gedebatteerd geweest. We hebben die vraag ook eens voorgelegd aan Hilde Voutmans en haar de vraag gesteld hoe zij kijkt naar de privacyregelingen vandaag rond het coronapaspoort. En dit was haar antwoord. De bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de gebruikers van het certificaat is een heel belangrijke voorwaarde geweest. Het is niet de bedoeling dat lidstaten via dat certificaat reisbewegingen kunnen volgen of dat persoonsgegevens in 1 centrale databank worden opgeslagen. Als je naar een ander Europees land reist, dan hoeft de overheid daar alleen te weten of je geen gevaar voor de volksgezondheid bent, meer niet. Daarom beperkt het certificaat zich enkel tot die relevante informatie. Dus nee, om duidelijk te zijn, de gegevens mogen niet worden bijgehouden. En we hebben beslist dat persoonsgegevens die uit het bestand gehaald kunnen worden, niet kunnen worden opgeslagen in de landen van bestemming. En er zal geen centrale database komen op Europees niveau. En de lijst van entiteiten die de data kunnen verwerken en ontvangen, zal openbaar zijn, zodat burgers hun rechten op bescherming van persoonsgegevens kunnen uitoefenen, zoals vastgelegd in die algemene verordening gegevensbescherming. We krijgen hier van mevrouw Voutmans de duidelijke garantie dat er geen Europese databank zal worden aangelegd. De GDPR-regeling zal volledig worden toegepast. En u pleitte zelf ook in het parlement voor een privacy-proof systeem. U garandeerde ook dat we niet getracked zouden worden, dat onze reissporen niet in de gaten zouden worden gehouden. Nu, dat zijn natuurlijk allemaal maatregelen die op dat Europees niveau worden genomen en die ook met het systeem zelf te maken hebben. Nu, een vraag die veel mensen zich terecht stellen, denk ik, is, ja, waar zullen we dat paspoort effectief moeten tonen? Want ook dat heeft natuurlijk veel te maken met privacy. In hoeverre is daar duidelijkheid over? Gaan we dat paspoort waar dat toch op staat, of dat je al dan niet gevaccineerd of getest of recent genezen bent, gaan we dat moeten tonen aan de grens? Gaan we dat enkel moeten tonen in de luchthaven? Of kan het bijvoorbeeld ook zijn dat wanneer ik in Italië een cinema wil bezoeken, dat ze daar ook gaan vragen naar mijn coronacertificaat? Ja.
Maar inderdaad, die privacy vind ik heel belangrijk. En ik ben ook echt blij dat we erin geslaagd zijn om die maximaal te bewaken. Want dat is toch echt wel een verdienste, denk ik ook, van het Europees Parlement. En ja, zoals Hilde zei, het feit dat we geen grote Europese databank hebben, dat het aantal gegevens dat erop staat echt gewoon beperkt is tot het minimum van wat nodig is. En ja, dat het ook echt ja, tijdelijk is, want dat is iets wat nog niet aan bod is gekomen, is ook wel belangrijk om te melden. Dus ja, als het dan gaat over hoe wordt dat gebruikt, et cetera. Het is natuurlijk een certificaat, een document dat bedoeld is om reizen te vergemakkelijken. Hè? Dus ja, is het logisch dat je vooral in luchthavens, in treinstations, et cetera, daar misschien wel naar gevraagd zal worden? Ik denk niet dat er aan elke grenspost, want die bestaan eigenlijk niet meer sinds dat we Schengen hebben, dat je daar controles zal gaan krijgen. Ik zeg maar iets, je bent onderweg naar het zuiden van Frankrijk op de Autoroute du Soleil. Ik denk niet dat ze je opzij gaan zetten om je certificaat te checken. Ik denk dat logistiek ook gewoon niet haalbaar is. Dus bon, een stuk ervan is natuurlijk ook nog altijd aan de burger om die regels te volgen, zoals dat vorige zomer ook het geval was. Hè. Uw passenger location document enzovoort, ja, je moet het op zak hebben. Maar het is niet zo dat je moet verwachten dat elke stap die je zet, dat ding gaat gecontroleerd worden. Nu, als het gaat over ander gebruik, en dat vind ik eigenlijk wel nog een belangrijke om even dieper op in te gaan. Ja, het is aan de lidstaten zelf om te beslissen hoe ze het gebruiken en of ze het bijvoorbeeld nog voor iets anders gaan gebruiken dan voor dat reizen. Er zijn een aantal lidstaten die al gezegd hebben dat ze dat zullen doen. Dus ook bijvoorbeeld om naar culturele events te gaan, om een café te gaan, weet ik veel. En dat vind ik persoonlijk echt geen goed idee. Ik vind niet dat we dat gebruik moeten gaan uitbreiden naar iets anders dan reizen. Want ik denk dat het dan toch wel weer in die discriminatoire sfeer gaat terechtkomen. Want ja, niet vergeten, de mensen die dus niet gevaccineerd zijn, die gaan dan telkens opnieuw die een test moeten afleggen. En ook privacygewijs, want ik kan me voorstellen dat niet veel mensen er happig om zijn om de cafébaas om de hoek bij wijze van spreken of een concertorganisator per se inzage te geven in zijn gezondheidstoestand. Dus ik vind dat eigenlijk geen goed idee om dat veel verder te gaan uitbreiden. Ik denk dat document er is om te reizen en dat is een goede zaak. Maar ja... Als je het mij vraagt, liever niet, maar het zullen de lidstaten opnieuw zijn die die beslissing zullen maken, autonoom. Opnieuw een belangrijke bevoegdheid voor de lidstaten, maar wel met een duidelijke boodschap dan vanuit het Europees Parlement om zowel op vlak van discriminatie als privacy toch de nodige maatregelen in acht te nemen. Nu, om af te ronden dan, ja, we hebben het hier over reizen in Europa. En in Europa horen we toch af en toe een heel voorzichtig de boodschap dat het einde in zicht zou zijn. Die vaccinatiecampagne die draait. In de zomervakantie zouden de meeste mensen toch de kans moeten hebben gehad om een eerste keer gevaccineerd te zijn. Nu, dat is natuurlijk niet overal zo, zeker op wereldschaal. Stelt zich ook de vraag hoe snel dat die wereld dan in zijn geheel uit lockdown kan geraken. En een kwestie dat daar natuurlijk erg hoog op de agenda staat, is die patentenkwestie. In hoeverre moeten die vaccins of de recepten van die vaccins ja, gepubliceerd worden of niet. U hebt daar heel duidelijk standpunt in ingenomen dat die toch op zijn minst tijdelijk opgeschort moeten kunnen worden. Sommige Vlaamse parlementsleden steunen u daarin. Andere Vlaamse parlementsleden staan daar kritischer tegenover. Zeggen dat de oplossing niet per se ligt in het afschaffen van die patenten. Of denken dat de innovatie dreigt in gevaar te komen. Ja, vanwaar dat idee om die patenten tijdelijk op te schorten? En waar zit volgens u het belang van die opschorting? Ja, ik denk dat het echt ontzettend belangrijk is dat we dat doen. Het is een boutade ondertussen geworden, maar we zijn pas veilig als iedereen veilig is. En ja, we merken nu in andere delen van de wereld, ja, zijn ze helemaal nog niet zo ver in het vaccinatieaantal als dat we in Europa zijn. En dat heeft desastreuze gevolgen. Ja, we zien verschrikkelijke beelden uit Indië, uit Brazilië, waar mensen echt ja, massaal sterven. En het is natuurlijk niet enkel een kwestie van ja, een morele kwestie, maar ook echt voor onze eigen veiligheid. Want
Wat je dus merkt, ja, er zijn steeds nieuwe varianten die ontstaan door het feit dat zo'n groot stuk van de wereldbevolking nog altijd niet gevaccineerd is. En zolang dat dat geval is, zijn wij natuurlijk ook niet veilig. Dus het is de twee, hè. Het is aan de ene kant, als Europa vind ik dat we ja, echt ook een verantwoordelijkheid hebben naar de rest van de wereld. Het is ook belangrijk om onze eigen bevolking te beschermen. En wat we dus zien is, ja, er is eigenlijk een heel groot probleem met de productiecapaciteit. We gebruiken momenteel maar 40% van de capaciteit die er eigenlijk is. En dat komt dus door het feit dat we die eigendomsbescherming hebben via die patenten. En ja, dan is het denk ik wel een hele gemakkelijke, lijkt mij. Ja, als je daar 60% productiecapaciteit aan kan toevoegen, ja, waarom doe je dat dan niet? Er wordt dan een beetje geschermd met, ja, er is het COVAX-initiatief, waar dus ja, dan armere landen zullen geholpen worden om vaccins te kopen en ja, waar wij onze overschot aan gaan geven. Maar eigenlijk volstaat dat totaal niet. Dat is echt een druppel op een hete plaat en dat gaat ook veel te laat komen. Aan het tempo waarop COVAX nu werkt, ja, gaan we pas in 2023 misschien enigszins in de buurt komen van wat we nodig hebben. Ja, ondertussen is er ongelooflijk veel menselijk leed, liggen die economieën stil. En zoals ik al zei, hè, blijven die varianten natuurlijk de ronde doen. Dus voor mij is het heel duidelijk, die eigendomsrechten moeten tijdelijk worden opgeheven, maar dat gaat tegelijkertijd ook niet volstaan. Hè. Daar moet je niet naïef in zijn. Het zal niet voldoende zijn om dat te doen. Wat heel belangrijk is, is dat ook de technische know-how, hoe worden die vaccins gemaakt, dat die ook gedeeld worden. En daar zijn nu al een aantal instrumenten voor ontworpen, op WTO-niveau, maar helaas is er eigenlijk geen enkele producent tot nog toe die daar gebruik van heeft gemaakt. En dat zegt eigenlijk ook wel al genoeg, denk ik. De commissie blijft hopen dat die vrijwillige aanpak zal werken, maar eigenlijk zien we in de praktijk dat dat niet het geval is. Dus kijk, wij zijn momenteel volop aan het onderhandelen aan een resolutie in het Europees Parlement die toch wel de commissie in een andere richting moet sturen. Net zoals de VS haar gekeerd heeft op dat vlak. En 100 andere landen die heel duidelijk zeggen, kijk, ja, we moeten die patenten opheffen als we willen dat de hele wereld zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. En kijk, ik heb goede hoop dat we een duidelijk mandaat zullen krijgen binnen het Europees Parlement en dat we de commissie toch wel van richting zullen kunnen veranderen. Want ik denk echt dat het ontzettend belangrijk is om iedereen toegang te laten hebben zo snel mogelijk tot betaalbare vaccins in heel de wereld. Ja. En als we dat niet doen, ja, dan blijft die pandemie gewoon doorlopen. Hè. Ik denk dat dat een duidelijke boodschap is. Er is natuurlijk ook heel wat publiek geld, ook vanuit de Europese Unie, in onderzoek en innovatie gestoken. In hoeverre is dat bepalend voor onze onderhandelingspositie? Versterkt dat onze onderhandelingspositie in dit verhaal? Het feit dat er zo zwaar geïnvesteerd is met publieke middelen in die vaccins? Ik denk het wel. Het is echt wel zo dat er heel veel van het research waarop dat die vaccins dan zijn gebaseerd, wel degelijk vanuit publieke instellingen komt, universiteiten bijvoorbeeld. En ja, onder meer de Europese Unie heeft natuurlijk tijdens de onderhandeling van die contracten ook heel wat geld op tafel gelegd op voorhand om die ontwikkeling mogelijk te maken. Niettegenstaande dat is er toch wel een faire prijs betaald voor die vaccins. Dus het is niet zo dat de ontwikkelaars en de producenten dat die failliet gaan wanneer dat ze dit doen, wel in tegendeel. Dus ik denk echt, ja, dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. Hè. Ik denk dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Helaas doen ze dat niet. Dus ja, kijk, dan is het aan de commissie om hen daartoe te dwingen en er dus voor te zorgen dat zowel de patenten als die kennis ter beschikking wordt gesteld van de bestaande productiecapaciteiten. Maar is het ook zo dat de commissie bijvoorbeeld, en dat vind ik dan wel een heel goede zaak, aan het werken is om extra productiecapaciteiten op te zetten in Afrika bijvoorbeeld. Alleen, ja, dat gaat nog heel lang duren. Hè. Je zet geen productiecapaciteit, geen fabriek op 1, 2, 3 recht. En ondertussen zijn we tijd aan het verliezen, zijn we mensenlevens aan het verliezen. Dus denk ik echt, ja, ik denk dat het absoluut billig is om dit nu te vragen aan die producenten om tijdelijk
omwille van deze globale pandemie afstand te doen van die eigendomsrechten. Een belangrijke boodschap om mee te nemen in de debatten die daar hoogstwaarschijnlijk nog op verschillende niveaus over zullen volgen. Nu, onze tijd zit er bijna op, dus om nog heel even van dat globale niveau naar het nationale niveau te gaan. Morgen is het, als ik me niet vergis, opnieuw Veiligheidsraad in België. Er zal opnieuw heel wat beslist worden over onder andere dat coronapaspoort. Welke laatste boodschap wil u zeker meegeven aan die Veiligheidsraad? Welke zaken moeten zij zeker op tafel leggen en meenemen in hun finale beslissing? Ja, dan ga ik terug naar de gratis testen. Hè. Dat vind ik toch echt wel heel erg belangrijk. Ik denk, ja, als we het betaalbaar willen houden, ook mensen met een minder groot inkomen om te reizen deze zomer, ja, dan zijn die gratis testen echt wel cruciaal. Dus ik zou echt wel willen dat die ter beschikking worden gesteld, maximaal en zonder voorwaarden. Dus ik hoop dat dat de beslissing zal worden. Voilà, we gaan het morgen hopelijk horen en hopelijk nemen ze die boodschap ook mee in hun effectieve beslissing. Onze tijd zit er helaas op voor dit toch wel complexe debat, dus ik vermoed dat er nog heel wat debat over gevoerd zal moeten worden. Maar ik wil u alvast bedanken om hier vanavond toch kort even tijd vrij te maken om ons daarover toe te spreken en ons toch mee te nemen in die complexe discussie over dat coronapaspoort. Ik wil via deze week ook nog even Eplo België bedanken om dit evenement mee te organiseren en ook aan de mensen thuis die meegevolgd hebben. Hopelijk zijn jullie er allemaal een beetje wijzer uit geworden en vertrekken jullie toch met een duidelijker gevoel op vakantie deze zomer. Bedankt en hopelijk nog tot een volgende keer. Dankjewel en geniet van de vakantie.